ik weet niet anders dan dat mijn leven bestaat uit schilderen, schilderen, schilderen. Wat ik doe is een laag op laag techniek. Die is gebaseerd op de oude Renaissance kunst. In de Renaissance is iets uitgevonden wat ik dus nu nog steeds gebruik. Mensen als Karel Willink, Pijkenkoch, Dick Ket zijn mensen die ook alweer hebben gegraven naar die oude technieken. En mijn generatie is een generatie die heel erg aan het zoeken is geweest, de weg terug naar hoe deden die jongens dat? Want ze hadden een fabelachtige techniek, ze konden alles. Hoe deden ze dat? En langzaam maar zeker ben ik daar dus al gravend in de loop van mijn leven door veel te praten met collega's, voor zover ze wat los wilden laten, maar vooral met restaurateurs die veel wisten, oude handboeken nazoeken, flink experimenteren, ben ik stukje bij beetje heb ik de weg teruggevonden naar hoe zij mogelijk in dat tijd een en ander hadden opgelost. Ik werk gemiddeld 10, 12 uur per dag, meestal 6 dagen van de week, soms zelfs al 7 als ik tegen het eind van de schilderij aanzie. Dat zijn dus heel veel uren. Het is zeer arbeidsintensief door al dat hele fijne kleine werk. Je moet alles maar dat perceeltje laten gaan. Het is echt zeer arbeidsintensief. En tegen het eind van mijn doek krijg ik een soort schilderdrift. Dan moet het af. Dan ineens ga ik niet meer 10 uur per dag schilderen. Het worden 12 uur, soms wordt het 14 uur. Want ik moet het af. Ik wil zien hoe het uiteindelijke effect werkt. Er zijn diverse cruciale momenten in een schilderij. Het begint natuurlijk met het idee. En het idee moet je dus koppelen aan een emotie die je ondergaat. Dat is de basis van alles. Emotie is toch de reden waarom je een schilderij maakt. En niks anders dan dat.